Vliegt ze maar eens een keer binnen. Jo komt bijna iedere dag. Jo? Bijna iedere dag. Ik ben naar Drunen toe gewandeld. Ja, toch niet zo. De politie die zei dat zij rondjes bouwen. Ja. Maar hier zijn ook de mensen die boodschappen doen, die willen even een verpozing doen. En even een uitrusting doen. Meestal oudere mensen, maar ook de loop even verbreken. En daar kan je ook gebruik van maken, is jullie contact zoeken. Want als ze lopen, dan kun je geen contact maken, en ze zitten wel. Nou, wat we hier zien is de Kletskassa. Dat is een nieuw initiatief gekoppeld aan de koffiecorner. Wat we hier eigenlijk doen is het tegenovergestelde van de zelfscankassa. Die is juist bedoeld om snel boodschappen af te rekenen. En hier mag je juist een stukje langzamer boodschap afrekenen. Wordt door mensen echt heel erg gewaardeerd. Die zien het echt als een toevoeging aan onze supermarkt. Dat ze echt een keuze kunnen maken op het moment dat ze uit de gang gelopen komen hier. Dat ze een keuze kunnen maken tussen een zelfscankassa, een normale kassa waar je je producten laat scannen en de kletskassa. Daar was hij. Helemaal goed. Gaat het lukken? Ja, ik kan pinnen, maar ik kan ook. Wat wil je zelf kiezen? Ik wil pinnen hoor. Wil je pinnen? Gaan we dat doen? Wat is je? Als het niet, dan wil je ook een kassenbond hebben. Jazeker. Bij ons thuis. Gezellig. Ja. Gezellig. Dat doet hij allemaal voor die corner en dan wordt hij zo door. Hij komt daar gewoon naar Amerika. Naar Amerika? Nou, kijk eens aan. Daar hebben jullie niks aan? Wordt hij beroemd? Ja, ik. Oh ja. Ja, gaat het zo doen? Misschien nog wel. Moet ik maar even neerzetten, want we willen het allemaal laten doen waar wij bewegen. Ja, dat wil ik. We willen mee blijven. Blijf hem in de kop. Zet hem maar even in. En dan? Merk is ik naar huis wil en moet, dat dat het moeilijkste is. Als ik thuis ben en ik kan, dan lukt dat weer wel. Maar het naar huis gaan, dat is het moeilijkste. En dan ben je weer alleen thuis, dat is ook moeilijk. Maar niet zo moeilijk is naar huis gaan. Want dan kom je in een leeg huis. Wij hebben geen leeftijdsgrens. We weten dat de behoefte waarschijnlijk bij senioren groter is dan bij anderen. Maar eenzaamheid is van alle leeftijden en van alle tijden. Dus we hebben geen leeftijdsgrens. Er zijn ook mensen die door scheiding of door ontslag op werk zich eenzaam voelen.
En daar zijn we ook verschillende mensen die we daarmee bereiken. Ja. Ja, ik ga het bijbrengen, hè.